Hallo en welkom bij Veerle's Creatieve Hoekje. Vandaag op het menu wilde dieren. Niet om op te eten natuurlijk. We gaan leuk spelen met de wilde dieren stempels van Craft Emotions. Ik heb twee setjes, Savanne 1 en Savanne 2. En er werd mij een verzoekje gedaan om een beetje inspiratie te geven met deze leuke stempelsetjes. En daar gaan we natuurlijk met heel veel plezier op in. Ik heb een paar verschillende kaartjes gemaakt en die gaan we nu maken in deze video. Dit is het eerste kaartje waar we gaan aan beginnen. Met de Craft Emotions leuke Savanne stempelset. De Savanne 1, die gaan we nu gebruiken. En we gaan daaruit gebruiken natuurlijk die leuke zebra, het tekstje, de zon slash maan, de grote boom en het gras. En om tijd te besparen heb ik al een achtergrondkaartje gemaakt op oxidekarton. Ik heb dat geblend met oxide-inkt en de blending brushes van Nelly's Choice. En ik verwijs graag naar een eerdere video over de blending technieken. En als het goed is, zie je de link daarvan nu in beeld. Dus ik heb daarvoor drie kleuren oxide-inkt gebruikt. Van onder de Wild Honey. In het midden de Mount Lawn en dan bovenaan de Faded Jeans. Dus dat zijn de drie oxide kleuren die ik al op het kaartje heb gezet. Dan gaan we ons kaartje in de stempelhulp leggen. Ik gebruik de Nelly's Choice stempelhulp. Ik neem hem er eventjes bij. En ik neem de zebra uit het setje en ik positioneer die op mijn kaart daar waar dat ik de zebra uiteindelijk wil hebben. En met Archival Jet Black ga ik die lichtjes afdrukken. Dat moet maar lichtjes zijn, dat hoeft totaal geen perfecte afdruk te zijn, want dit is maar een indicatie. Dat is meer dan genoeg. Ik heb hier een perfecte afdruk op apart karton. En dit gaan we uitknippen. We gaan ook die grote boom gebruiken. Die gaan we al stempelen ook. En ik gebruik daarvoor de Archival Jet Black. En deze moet natuurlijk wel perfect zijn, want die gaan we niet meer bedekken. Neem er een A6 velletje
kopieerpapier bij. Maak er van boven een klein scheurtje in. En scheur dan voorzichtig verder naar beneden. Telkens met je vinger dat een beetje tegenhouden. Op deze manier heb je een gecontroleerde scheuring. Want ik wil niet te veel hoge pieken of dalen. Ik wil dat het een beetje gelijkmatig is. Ik neem er Versacolor Black bij. En ik ga schaduw aanbrengen onder mijn zebra en onder mijn boom. En dan hebben we het grasstempeltje erbij genomen. Ik leg mijn blaadje terug, zodanig dat ik het gras een klein beetje op dat blaadje kan stempelen. Zo lijkt het alsof het in de grond zit, het gras. En je kunt ook meer dan één keer afdrukken met eenmaal te beinkten. Zo heb je diepte in je gras. En dan is het tijd om onze zebra gaan in te kleuren. Dat kun je doen met gelijk wat je wil. Ik heb tomboommarkers gebruikt. Dat wil zeggen, die zijn op waterbasis, dat ik ook op aquarelpapier heb gestempeld. Ik heb daarvoor het 200 grams briljant wit gebruikt van Craft Emotions. Vind ik persoonlijk supergoed aquarelpapier. Maar je kan dat dus inkleuren met gelijk wat je wil. Stempel op het papier dat geschikt is voor jouw inkleurmedium. Tussen de benen van de zebra, hier van achter, zit een stukje wit karton dat bij de achtergrond hoort. Dat ga ik er niet tussenuit prutsen. Ik kleur dat met een marker die zowat dezelfde kleur heeft als mijn gele achtergrond. En als je dan de zebra opkleeft, dan zie je daar niks van. Ik heb hier een aquarelpenseel en proper water en een stuk keukenrol. En ik ga veel vocht aanbrengen in die maan. En dan ga ik dat vocht afdeppen met keukenrol om kleur weg te nemen van mijn achtergrond. Herhaal dat zo vaak totdat je tevreden bent met het resultaat. En nu zie je dat die maan dat die veel lichter van kleur is en dat versterkt het maaneffect. Ons achtergrondpaneel kunnen we dan op onze basiskaart gaan kleven. Dus ik heb hier al een basiskaart, een zwarte. En daar gaan we ons paneel al opkleven. Tekstje heb ik ook al op een blokje gezet
En ik ga dat beinkten met VersaFine Onyx Black. En ik heb onze uitgeknipte zebra even op de kaart gelegd, zodanig dat ik echt goed kan zien waar dat mijn tekstje moet komen. Eens dat die tekst erop kleeft, erop gestempeld is, dan ga je met foamtape van 2 mm of met foam rondjes. Ik heb hier die rondjes gebruikt, want soms is dat wel handig. 2 mm dik aanbrengen aan de achterzijde en dan onze zebra opkleven. En dan is ons eerste kaartje helemaal klaar. Ik neem even mijn ander voorbeeldje erbij. Dat zijn dezelfde kleuren, je zou het niet zeggen. Maar natuurlijk, dat eerste kaartje is al veel langer droog. Dus die kleuren zijn al veel doffer. Twee leuke kaartjes. En dit is de tweede kaart uit de reeks die we gaan maken. En hiervoor gaan we vooral de Savanne 2 van Craft Emotions gebruiken. Wat we ook gaan gebruiken is deze achtergrondstempel van Craft Emotions en dat is de panterprint. De panterprint, die is ook uitgekomen samen met de Savanna setjes. Ik heb al een oxide karton paneeltje klaargemaakt en ik heb daarvoor de Dried Marigold gebruikt en ik heb heel mijn oxide karton paneel daarmee bedekt. Ik ga dit in de stempelhulp leggen met verwijderbare lijmroller. Dan de achtergrondstempel erop en die ga ik afdrukken met VersaColor Paprika. Dit gaat wel een beetje moeite kosten, want het is een grote achtergrondstempel en een klein inktdoosje, dus ik ga in stukken moeten gaan werken en ik ga dit proces versnellen. Dan ga ik de randjes een beetje bijsnijden, daar waar dat er niet gestempeld is. En vervolgens kleef ik dit paneel op een witte basiskaart. En dan heb ik een wit paneel in mijn stempelhulp gelegd en ik neem de giraffe erbij. Dat paneel is even groot als mijn achtergrond. Hè. Hou er rekening mee als je je giraf stempelt dat je onder de giraf nog plaats vrijlaat. Want daar gaan we straks nog wat gras aanbrengen.
Dus ik neem weer de verpakking erbij van mijn stempelset om aan de hand van de tekening te kijken waar ik de giraf wil. En dan ga ik die met Archival Jet Black stempelen. Ik besluit dat ik mijn leeuw een beetje achter mijn giraf wil hebben. Dus ik neem een klein stukje masking sheet en ik doe een klein beetje inkt op een stukje van mijn giraf en ik stempel dat op mijn masking sheet. Een klein stukje maar, want ik heb niet veel nodig. En ik ga ook alleen maar de linkerzijde uitknippen van die afbeelding. Want het is alleen aan de linkerkant dat mijn leeuw gaat overlappen met de giraf. Dus dat, alleen dat stukje moet maar uitgeknipt worden. We gaan geen werk vernietigen, doen, hè? En dan kunnen we nu weer met de verpakking kijken hoe ver onze leeuw achter onze giraf moet komen. We leggen ons stempeltje erop en dan kunnen we dat weer gaan afdrukken met Archival Jet Black. En dan gaan we hetzelfde doen met de leeuw. Dus ook weer een stukje stempelen op masking sheet en uitknippen. En ook weer een stuk, een halve leeuw bedekken om ons volgende dier te gaan stempelen. En dan neem ik nog eens de verpakking erbij om juist te positioneren waar ik mijn luipaard wil. En dan ga ik ook dat op de kaart opstempelen. Ik ga een heel klein stukje masking sheet gebruiken om dat wolkje dat bij aan die stempel zit af te dekken. Dan ga ik mijn stempeltje beinkten. Ik neem het papiertje weg. Dan zit daar geen inkt. En dan kan ik alleen het luipaard afstempelen zonder dat wolkje. Want ik ga straks zelf daarvoor iets in de plaats tekenen. En dan gaan we die hele tekening inkleuren. Ik heb weer Tombow markers gebruikt, maar je kan inkleuren met wat je maar wil. En denk er wel aan om je karton aan te passen aan je inkleurmedium. En het inkleuren, dat ga ik weer versnellen.
daar waar het wolkje zat, of toch een halfje, ga ik nu twee lijntjes aanbrengen, donkere, gewoon om te accentueren dat hij snelheid heeft. Ik neem er weer een A6 kopieerpapiertje bij dat ik met behulp van mijn vinger gecontroleerd scheur. Ik leg mijn gescheurd papiertje op mijn kaart en ik gebruik VersaColor Khaki. Ik draai mijn kaartje ondersteboven, dan kan ik mijn papiertje goed leggen waar dat het moet zijn. En ik werk dus voor jullie naar boven toe, maar naar de onderkant van de kaart dus. En dan ga ik de khaki kleur aanbrengen. Ik start vanop mijn papiertje en dan op mijn kaart. En als ik dadelijk mijn papiertje wegneem, dan breng ik nog een beetje inkt aan als ik mijn kaart omdraai om wat extra kleur te geven, maar niet te veel. Dan neem ik de papiertrimmer erbij en ik leg de onderkant van mijn kaart op 4 centimeter. Dus de onderkant van de kaart leg ik op 4 centimeter en ik snij tot aan mijn tekening. En even open doen om nog eens bij te kijken. Dus zo ver mogelijk naar de tekening. Dan zet ik mijn snijmes aan de andere kant en ik ga ook insnijden tot tegen de tekening. Die grote hoek bovenaan, die knip ik er met een schaar schuin af. Want nu ga ik alles boven die 4 centimeter snijlijn, ga ik met een schaar met de hand uitknippen. Dus de onderste 4 centimeter blijft intact. Alles daarboven gaan we met de schaar uitknippen. En dan ga ik nog een ondergaande zonlucht creëren. Ik gebruik daarvoor VersaColor Canary en ook nog de orange. En dat breng ik langs de bovenrand, breng ik dat aan. En onze dierenstrook die komt nu op onze basiskaart. Ik heb er een stuk evafoam bijgenomen, de witte deze keer. En ik ga een strook snijden van 9 centimeter op iets minder dan 3,5. Dus niet exact 3,5, ietsjes minder. En met Tombow lijm, die gebruik ik als ik grotere oppervlakken moet doen, ga ik lijm aanbrengen op de evafoam en dan op de achterkant van onze dierenstrook kleven. En op de uitstekende stukjes ga ik nog wat foam rondjes kleven, zodanig dat de uitstekende stukjes ook goed gedragen zijn. Dus dat die een goede ondersteuning hebben. En dan kan het geheel op onze basiskaart gekleefd worden.
Ik heb op mijn stempelmatje een stukje restkarton gelegd en daar ga ik met de VersaFine, de Mini, de Onyx Black mijn tekstje op stempelen. Dat ga ik dan kleiner snijden, puntjes aansnijden en ook met foam opkleven. En ook een klein beetje kleur aan de randjes brengen. En daarmee is ons tweede kaartje met de leuke Savanne stempelsetjes helemaal klaar. Dan kunnen we aan ons derde project beginnen. Dit is de volgende kaart en ik heb twee versies gemaakt. Bij de bovenste heb ik een stencil gebruikt, ook van Craft Emotions. En bij de onderste heb ik een embossing folder gebruikt. En het is de onderste die we gaan maken. Het is weer een leuk model, want als je aan het koordje of het lintje trekt, dan flapt er iets open. En de boodschap aan de voorzijde, Big Hugs, die gaat verder aan de binnenzijde, voor jou. Heel, heel leuk. En ook deze is hetzelfde model, alleen ietsjes anders qua decoratie. Maar hier heb ik de details van op mijn blog gezet. Dus onder de video heb je maar op de link te klikken om daar naartoe te gaan. Ik heb hier antraciet karton, linnenkarton. En als je de lange zijde doormidden snijdt op 14,9, dan heb je dit. Dan heb je er zo twee, dus op 14,9. En dan gewoon dubbelvouwen. En dan haal je voor dit model haal je dan uit 1 A4 twee basiskaarten. Die dubbel gevouwen 14,9 op 10,5 zijn. En dan heb ik hier het grasgroen linnenkarton, een stuk van 9 op 10,5 centimeter. En ook hier kun je uit 1 A4 vel verschillende stukken halen. Dus als je de smalle zijde doormidden snijdt op 10,5, dan heb je twee lange stroken en dan kun je op 9 en op 9. En dan haal je 6 stukken uit 1 A4 vel voor deze kaart. En we hebben ook nog een zwarte strook nodig van 5 cm op 14,9. En we zetten een vouwlijn op 10 cm en op 9 cm. En ik gebruik daarvoor de trimmer, de paper trimmer van Craft Emotions. Dus ik leg mijn strook op 10 cm en ik zet met de scoring tooltje een vouwlijn. Dan verschuif ik naar 9 cm en ik zet nog een vouwlijn. Dan hebben we ook nog een zwart stukje nodig van 6,5 op 6,5. Een wit van 6 op 6 en een wit van 4,6 op 4,6. We beginnen met het groen en hier moet een opening in komen. Ik heb dat zelf gedaan met een mal van My Favorite Things, de 1163 Sentiment Strips. Maar je kan gelijk welke mal gebruiken. Of je kan het zelfs met potlood aftekenen en dan met een mesje uitsnijden. Dus dat kan ook. Dus dat gaan we eerst doen. We gaan eerst die opening uit die kaart halen. En waar moet je nu gaan op letten? Dat is dat die zwarte strook op een gemakkelijke manier daardoor kan. Ik neem er een 3D embossing folder van Nelly's Choice bij met de bomen. En dit groene stukje gaan we daar tussen steken om te embossen. En ik voel aan de binnenkant waar dat mijn putjes zijn, dus waar dat je je vinger kunt insteken. En de linnenkant van mijn kaartje ga ik op de kant leggen waar dat de putjes zijn. Dus niet waar dat embossing folder verheven is, maar waar dat hem verlaagd is. En dat draai ik dan door de machine. Nemen we eerst het kaartje van 6 op 6 centimeter en daar gaan we van de Savanne stempelset van de nummer 2 de neushoren opzetten. En dat doe ik met de Archival Jet Black.
De volgende stap is deze tekening inkleuren. Ik heb weer de Tombow markers gebruikt, maar je kan weer kiezen wat je maar wil. Dus het inkleuren ga ik even weer versnellen. En dan gaan we uit de set de Big Hugs tekst er nog bij opzetten. We gebruiken daarvoor ons stempelmatje om een perfecte afdruk te hebben. En dan gaan we nog een rand maken. Met de VersaColor 21 Green ga ik een groen randje rond mijn kaartje aanbrengen. En dan kleven we dat op ons zwart kaartje van 6,5 op 6,5. En dan gaan we die kleine silhouetstempeltjes gebruiken die daar ook in de set zitten. En ik ga eerst het boompje, het kleine boompje stempelen met de Archival Jet Black. En ik heb dat een beetje af de pagina gestempeld. En dan ga ik dat kleine olifantje dat in de set zit erbij opzetten. Die kleine silhouetstempeltjes die zijn ook echt wel heel leuk. Dat is echt een toffe aanvulling in die setjes. En dan ga ik er voor jou op stempelen. Dat tekstje komt uit een setje van Nelly's Choice. Dus dan staat er aan de voorkant Big Hugs voor jou aan de binnenkant. En er zitten ook nog wolkjes in die setten en die gaan we er ook nog bij opstempelen. Met een donkerblauwe Tombow marker ga ik die wolkjes een klein beetje kleur geven. En dan nemen we VersaColor Black erbij. En ik heb nog zo een afgescheurd papiertje van daarstraks. En dat ga ik nog eens terug gebruiken. Want met dat zwart kan dat geen kwaad dat er een andere kleur op zit. En ik leg dat onder die boom en onder de voetjes van het olifantje. En ik ga wat zwart aanbrengen om ze grond onder de voeten te geven. En dan hebben we onze zwarte strook en op die rillijntjes gaan we vouwen. Er goed langs gaan met een vouwbeen, dat is één vouw. En dan de tweede vouw gaan we ook nog er al in zetten. Ook weer goed met een vouwbeen er langs gaan. En dan nemen we onze groene kaart met die opening erbij en die strook die schuiven we er al in. Op het smal stukje tussen de twee vouwlijnen, daar ga je dubbelzijdige tape aanbrengen. Dus ik heb even mijn strook er terug uitgehaald. Tussen de twee vouwlijnen op dat smalle strookje dubbelzijdige tape aanbrengen. Deze rand komt, dus deze, komt gelijk met deze rand. Dus we gaan ons
plaatje met onze neushoorn op onze strook kleven. En die zijrand van ons plaatje komt gelijk met die geplooide rand van onze strook. En we kleven dat op. En aan de binnenzijde gaan we dat kleine witte kaartje kleven dat we ook bestempeld hebben. Nu zit dat nog wat flipperflapper los, dus we gaan dat ook vastkleven. Op dat kleine binnenstrookje aan de buitenrand, daar gaan we ook een dubbelzijdige tape kleven. En dan gaan we dat goed positioneren, dus op dat klein strookje aan de buitenrand. Dus zo komt onze kaart, dus positioneer die mooi in het ongeveer midden. Dus natuurlijk niet overal aan de randen evenveel plaats, maar dat het mooi oogt. En dan haal je die beschermlaag af, het dubbelzijdige tape af. En dan kleef je dat vast op je groene basis. En dan hebben we ons mechanisme eigenlijk al klaar. Dan nemen we onze basiskaart erbij en dit komt daar bovenop. En ik gebruik daarvoor foamtape rondjes van 2 mm dikte. En dan, als dat klaar is, dan kun je die groene kaart opkleven op je basis. Voilà, en dan is ons kaartje helemaal klaar. Ik denk dat het weer een superleuk modelletje is met die flip-uittrekkaart. En dit zijn ze nog eens alle drie. En hier zijn nog eens de twee setjes samen in beeld. De Savanne 1 en de Savanne 2 van Craft Emotions. Superleuke stempelsets voor leuke kaarten. Dat waren de kaartjes met de leuke Savanne stempelsets. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Zoals jullie zien heb ik er hier 4 staan en in de video hebben we er 3 gemaakt. Er is 1 kaartje bij en dat is deze. Is een extraatje. Onder deze video staat een link naar mijn blog waar al de kaartjes ook nog eens met een foto op staan. En een beetje uitleg over dit kaartje. Want het is bijna hetzelfde als deze. Er zit een klein twistje op, dus daar heb ik de uitleg van dit kaartje ook nog op staan. Dan wil ik jullie heel graag bedanken om te kijken. Niet vergeten, ben je nog niet geabonneerd? Klik op die abonneren knop. En ook op het belletje, als je al wel geabonneerd bent. Dan krijg je steeds weer een melding als er een nieuwe video is. Ik wil jullie ook nog bedanken voor de leuke berichtjes die dat jullie heel vaak achterlaten. Dat is heel leuk om te lezen. Staan er vragen bij, dan geef ik ook altijd een antwoordje op die vraag. En ik zou ook zeggen, niet vergeten om te liken. Heel leuk. En dan zie ik jullie graag terug een volgende keer voor een nieuwe video met weer nieuwe inspiratie. Tot de volgende. Dag!